Als burger kom je liever niet in een politieauto terecht. Behalve als je met een oud-agent mee mag rijden in een originele Porsche 911 van de Rijkspolitie. Mensen vinden het nog steeds een iconische auto en ook een iconische tijdperk. En daar wordt nog steeds de duim voor opgestoken. Aanleiding voor het korte ritje hier op de A50 is een recordpoging die zondag gaat plaatsvinden in het Gelderse Heteren. Waarbij meer dan 50 Porsches van de voormalige Rijkspolitie een ritje gaan maken. Wat voor een recordpoging is dat? We gaan aanstaande zondag een recordpoging doen met 55 van dergelijke auto's bij elkaar. 55 Rijkspolitie Porsches. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We hebben dat in 2017 ook een keer geprobeerd. Toen was het eigenlijk ook al een recordpoging, want we hadden er 32 bij elkaar. En dat is bij de politie is dat nooit geweest, dat ze allemaal bij elkaar waren. En nu zijn er meer dan 50. Ik hoor net dat er weer eentje binnengekomen is. Dus er zitten op 51 Porsches in politieuitvoering, waarvan 1 Belgische, maar 50 Nederlandse auto's die ooit op de autosnelwegen hebben gereden. De politie Porsche reed vanaf de jaren 60 tot midden jaren 90 op de Nederlandse wegen. Veel wetgeving zoals we die nu kennen rondom verkeersveiligheid of bijvoorbeeld matrixborden boven de weg, was er toen nog niet. Het was dan ook de taak van de Rijksagenten om in hun open Porsches de mensen op de weg op te voeden of te waarschuwen voor het gevaar. Nee, we hadden natuurlijk nog wel eens te maken met spookrijders en die reden over het algemeen reden die over de linker rijstrook je tegemoet. En om het signaal zo groot mogelijk te maken zetten we de auto op een gegeven moment stil met het verkeer achter ons en maakten we het oranje vlak met de neus, maakten ze groot mogelijk om die spookrijder erop te attenderen. Dat hij aan de verkeerde kant van de weg reed. En dan maar hopen dat hij daadwerkelijk stopte. Met het zwaailicht aan en de deuren open, had hij eigenlijk een barrière waar hij niet omheen kon. Het gevoel komt gewoon weer terug. Omdat je dus op een of andere manier in dezelfde mode zit. Qua auto, qua uniform, met je helm op. En dan ga je toch weer anders kijken. Als dat je in je eigen auto zit, je gaat eigenlijk weer terug in de tijd om die controles al rijdend uit te voeren. Zo'n oude Rijkspolitie Porsche, welk gevoel roept dat bij u op? Ja, een beetje nostalgie, hè? Het is natuurlijk prachtig, zo'n open Porsche. Als u er zo naar kijkt, wat vindt u dan de magie? Ja, het blijft gewoon een machtige auto. Dat is om te zien, zo'n auto, je ziet ze niet veel. Ja, het heeft toch altijd iets aparts. Ja. En Nicolas Latifi, dat is natuurlijk ook de held, hè? De held van Max Verstappen, zeg maar. Ja. Die heeft toch voor gezorgd dat hij de wereldkampioen binnenkreeg. Nou staan hier achter een aantal. De vraag is dan toch altijd een beetje, wat kost nou zo'n auto? Die oudste is natuurlijk de meest speciale. Er zijn er ook heel weinig van. Er zijn er nog maar 3 of 4 van bekend. Dus die is vrij zeldzaam. En die zit tot de waarde van bijna 300.000 euro. Dus dat is wel een duurdere. En de andere zitten rond de 150.000 euro. Zondag is dan die recordpoging. Wat gaan jullie precies doen? Wij gaan van hier, van Porsche Centrum Gelderland in Heteren, rijden we naar Lichtenvoorde, naar State of Art. En dan gaan wij vandaar een route met 55 auto's over de snelweg. Is natuurlijk uniek om te zien. Dus dat wordt al een heel mooi schouwspel. Wordt veel zwaaien en denk ik duimpjes geven. Ja, maar dat is het altijd. Als je ermee rijdt, is 1 grote duim.